Bij de bevalling van deze tweeling konden de dokters en verpleegsters zich niet inhouden om foto's te maken. De verschillen tussen hen waren zo bijzonder. Nu zijn ze peuters en hier is wat deze jongens doen en hoe ze eruit zien. Terwijl sommige tweelingen identiek zijn, zijn anderen dat niet. Ongeacht of tweelingbaby's op elkaar lijken of niet, ze zijn schattig. Bij de tweeling David en Daniel zijn de eerste woorden die iemand in de mond zouden komen bij het zien van hen gewoon wauw. Meteen vanaf hun geboorte hebben deze jongens mensen verbaasd en dat zal nog lang zo blijven. Toen hun Nigeriaanse ouders, Stacy en Babijide, hoorden dat ze zwanger waren van de jongens, waren ze zo blij dat ze hun oudste dochter eindelijk haar zo gewenste jongere broers en zussen zouden schenken. Vrienden en familie waren opgetogen over het nieuws, maar geen van beiden kon vertellen dat er iets buitengewoons op komst was. Al gauw kreeg Stacy weeën en werd ze naar de operatiekamer gereden voor een keizersnede. Het was toen dat de dokters iets zagen dat nog nooit eerder gezien was. Vol ontzag vertelde de dokter Stacy dat haar jongens niet identiek waren. Hoewel ze een heel klein verschil verwachtten, wist ze niet eens dat het zo'n verschil zou zijn dat mensen uiteindelijk zouden gaan twijfelen of de jongens inderdaad tweelingbroers zijn. De dokters hadden baby Daniel als eerste ter wereld gebracht, dus vertelden ze Stacy dat de tweede jongen blond haar had. Pas toen keek Stacy in de richting van de jongens en ze ontmoette de grootste schok van haar leven. Ik keek naar beneden en zag David. Hij was helemaal blank. Ik dacht, hoe is dit mogelijk? Juist toen riep Stacy om haar man en toen die de kamer binnenkwam was hij even verbaasd. Het koppel had het gevoel dat ze een wonder op de wereld hadden gezet. In Nigeria heb ik zoiets nog nooit gezien. Eerlijk gezegd heb ik zoiets nog nooit bij tweelingen gezien. Ze lijken wel broers, maar hun haar en huid zijn gewoon totaal verschillend, zei Stacy. Kort na de geboorte van de jongens verspreidde het nieuws zich snel en verschillende dokters en verpleegsters stroomden naar het bed van de jongens om foto's van ze te maken. Wat is er dan zo opvallend aan het uiterlijk van deze jongens? Hoewel ze allebei mooie bruine ogen hebben, hebben ze toch verschillende huidskleuren en haartypes. Terwijl Daniel een donkere huid heeft en haar, is zijn tweelingsbroer David het tegenovergestelde. Hij heeft een blanke huidskleur en krullend blond haar. Waarom ziet David er dan zo anders uit dan zijn broer? Misschien heeft hij witte genen geërfd van familieleden. Wel, dat is niet het geval. Het is iets nog fascinerender. David werd geboren met een aandoening die oculocutaan albinisme heet. Albinisme is een genetische aandoening die leidt tot verminderde aanmaak van een pigment, melanine genaamd, in de huid, het haar en de ogen, met als gevolg een lichte huidskleur of het ontbreken van kleur. Deze genetische aandoening komt over de hele wereld voor en treft 1 op de 20.000 geboorten per jaar. De aandoening komt meer voor in Afrika en 1 op de 1000 mensen heeft albinisme. Op dit moment zijn er geen cijfers beschikbaar over het aantal tweelingen waarvan er maar 1 albinisme heeft. Er zijn echter soortgelijke gevallen geweest in Mozambique en Nederland. 4 dagen na de geboorte van de jongens werden ze ontslagen uit het ziekenhuis en gingen ze met hun ouders naar huis. Toen de jongetjes aan familie en vrienden werden voorgesteld, was hun onmiddellijke reactie wauw. Wat hebben de jongens zoal uitgespookt? Een heleboel interessante dingen moet ik bekennen. Ze vierden zelfs onlangs hun 3e verjaardag. Dus laten we eens een kijkje nemen in hun leven. Een jaar geleden begon dit unieke duo met school en de jongens doen het echt geweldig. Ze hebben plezier op school en zijn de beste van hun klas. Op hun eerste schooldag zei hun mama, ik heb naar deze dag uitgekeken want het betekent een nieuw hoofdstuk in jullie leven. Het is jullie eerste schooldag en mama is super enthousiast. Wat een dag om te leven. Ik ben God dankbaar dat hij me met jullie beiden gezegend heeft, want jullie zijn mijn grootste zegen. Zodra de jongens uit school zijn, is het alsof ze in een heel andere wereld worden geworpen. Eenmaal buiten krijgen ze veel aandacht. Mensen kunnen gewoon niet ophouden met op te scheppen over de lieve jongens die nu kleine beroemdheden zijn. Bij feestelijke gelegenheden en familiefeesten vragen familieleden zelfs dat de jongens aanwezig zijn. En dat alleen al is genoeg om het een leuke gebeurtenis te maken. Ik moet de hele tijd vragen beantwoorden als we op stap zijn. Mensen zeggen, excuseer me mevrouw, welke van de kinderen is van jou? Ik zeg dat beide jongens van mij zijn en de mensen kijken me aan alsof ik een grapje maak. Behalve thuis en andere publieke plaatsen krijgen David en Daniel ook veel aandacht op de werkplek van hun vader. Omdat ze daar vaak komen, hebben ze de harten gewonnen van personeel en bedienden, die hen vaak belonen met veel snoepjes en bijpassende outfits. De jongens, nu 3 jaar oud, vierden een maand geleden hun verjaardag. Op hun sociale mediapagina's deelden ze foto's van zichzelf in opvallende en bij elkaar passende outfits. Kijk zelf maar eens. Ongelooflijk toch? Ik vind ze er geweldig uitzien in hun witte hemden en rode strikjes. Terwijl ze deze foto's deelden, schreef hun moeder Stacy,
Het zijn weer een verbazingwekkende 365 dagen met mijn kleurvolle jongens. Degene die me in alle opzichten en manieren compleet maken. Ik had veel angsten tijdens mijn zwangerschap. Hoe ga ik om met het baren van meerdere kinderen? Hoe verdeel ik de liefde gelijk, het werk en de uitgaven? Maar hoe jullie kwamen en me al mijn zorgen deden vergeten verbaast me nog steeds. Bedankt dat jullie mij gelukkig maken. Bedankt dat jullie zulke geweldige broers zijn. De jongens vermaakten zich ook uitstekend en bezochten verschillende pretparken. Nancy deelde een van de belevenissen van de jager. Hoewel de rondrit niet goed afliep, vergaten de jongens dat het een huurauto was en ze wilden er niet uitkomen. David huilde tot hij roze werd. Ik moest beloven dat ik er eentje voor hem zou kopen. Nu ze peuters zijn, hebben de jongens ook verschillende persoonlijkheden en interesses. Terwijl David meer terughoudend is, is Daniel extravert en luidruchtig. Bovendien denken zijn ouders ook dat hij in de toekomst een groot komiek zal worden. Daniel maakt geweldige en grappige TikTok-video's en ik denk dat je er, net als ik, mee zou kunnen lachen. Terwijl ze een van zijn TikTok-video's deelde, schreef Stacy: Daniel laat zijn vaardigheden al zien, hij is zo'n goede acteur. Terwijl Daniel zo'n goede acteur is, houdt David van dansen en zingen. Op sommige van hun video's op sociale media is hij ook dansend te zien. In een video ondertitelde zijn moeder: je merkt dat David gewoon niet van dansen houdt, maar hij zingt wel veel. Dus met andere woorden, we hebben een muzikant en een danser. Eén ding met tweelingen is dat er altijd degene is die zijn broer of zus beschermt, verzorgt en als de grote broer of zus optreedt. In dit geval is Daniel de grote broer. Telkens als het gezin op stap gaat, past hij voortdurend op zijn broer en zorgt ervoor dat hij veilig is. Maar dat is nog niet alles. De jongens zijn ook grote fans van Power Rangers. Terwijl David dol is op gele Rangers, heeft Daniel iets met rode Rangers. Hier zie je ze met hun favoriete personages op hun derde verjaardagsfeestje. Nu komen we bij een leuke andere kant van deze jongens. Denk je dat meisjes de enige zijn die van poppen houden? Wel, je hebt het mis, want deze jongens zijn dol op poppen en ze nemen er soms enkele mee naar bed als ze gaan slapen. Behalve dat de jongens beste maatjes zijn en veel plezier hebben, hebben ze ook de aandacht getrokken van verschillende merken. Onlangs kreeg David een gratis pakket van de Stichting voor Huidverzorging, die tot doel heeft te voorkomen dat kinderen met albinisme vlekken op hun lichaam krijgen die later tot huidkanker kunnen leiden. Een opgetogen Stacy deelde het nieuws met de fans van de tweeling, terwijl ze hen ook vroeg steun te betuigen aan de stichting. David is hier super dankbaar voor, schreef ze. Op dit moment leeft de bijzondere tweeling optimaal hun leven en krijgt veel liefde, zorg van hun ouders en oudere zus. Hun foto's op sociale media tonen de jongens die met familieleden op stap zijn naar de bioscoop, naar zwembaden, naar het strand. Tegenwoordig, telkens als de jongens buiten zijn, zeggen mensen vaak tegen Stacy en haar man dat ze wensen dat ze ooit een tweeling als Daniel en David krijgen. Laten we hopen dat die droom uitkomt. Het voelt geweldig voor me om een moeder te zijn. Maakt me niet uit welke huidskleur ze hebben, want het zijn mijn baby's. Het voelt speciaal om een moeder te zijn, want het zijn een speciaal soort tweelingen. Ik geloof dat ik gezegend ben en ik ben zo trots op ze, zei Stacy. Een opmerkelijk feit is dat Stacy en haar man nog nooit negatieve opmerkingen over de jongens hebben gekregen. Iedereen heeft altijd lieve en mooie woorden voor de jongens. Kortom, waarom zou je niet van ze houden? Wat vind je van David en Daniel?